Achievement. Die kregen we nog voor missie 10. En dit is missie 11. We gaan meteen door met de volgende. Eens even kijken. We doen even een useless upgrade. Want dat moet je toch helemaal geen flikker. En nog een achievement. Lekker. Start de missie. Missie 11. En even spieken voor de naam. Collapse. Geniet van het filmpje. Nuke the US. Wat een idee zeg. Hoppakee. Gewoon één grote Fallout. Ja, dan mag ik nu weer het in-game filmpje zien van 5 minuten. En ik niet alleen, jullie met mij. Collapse, we gaan onze exo's zien. Boost jumps, sonics en stim. Oh, ik kan mezelf gaan healen dus. Boost jump voor extra hoge jumps waar je geen fuck aan hebt meestal. En die andere ben ik alweer vergeten. Voor degene die net intunen, Melvin en Jackie zijn ook mee aan het spelen, aan het kijken. Op de Skype. Melvin die mij overal in helpt met YouTube filmpjes en Twitch. En Jackie die meestal gewoon aan het snurken is in de microfoon. Yeah. Welkom. Moest toch even gezegd worden. Moest toch even gezegd worden. Oh, nee. Jezus, Mina, zeg ik. Rij een Toyota Starlet uit 1988. Dat ding gaat harder dan dit ding, hè. Kom op, joh. Een beetje gas erop. Nu niet. Get around the tanker. Oh, oké. Okay. Ik kan op een of andere manier kan ik raketten afschieten. Ik heb echt gewoon een idee dat ik in een. Gewoon in een of andere Opelbusje rijd, maar. Oh. All units, we have multiple Atlas vehicles converging on the bridge. I need an immediate 360 around the fleet. Ik denk het toch, jongen, hoppakee. Code red on all units. Copy that. We're sending out. Op de helikopter, op de helikopter. Maar dan die tank van Missie 10.
Nee. Oeh. Nee, jongen, nee, hop. Tegensturen. Jongen. Ja, hij mag niet achter de stuur bij de zombie-apocalypse, dat weet ik wel. Mitchell, mag je lekker opschuiven. Wel de deur in trappen. Ja, dat was onze interactieve filmpje. En ik heb echt een bruut wapen volgens mij. Oh, wacht even. Ik speel nu tegen enemies die een stuk steviger zijn dan de vorige enemies. En gaat Melvin dan toch gelijk krijgen? Natuurlijk. Ja, ik weet dat ik nooit een discussie moet gaan met jou. Dag heren, plus kijkers, plus iedereen. Fijne avond. Dag. 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 Loopt mijn teammate dus naast? Die ally? Prophet, weet ik van wie het was? En dan... Ja, wat moet je daar nou mee? Ja, zal ik jou ook maar voor je bek slaan, want dat is toch niks. Oh, we hebben heel veel. Nee. Maak er een netjes voor je als we toch liggen. Oh, die gaat wel echt de hele verkeerde kant op dat ding. Ja, kijk. Kruisje betekent dat we iemand dood hebben gemaakt. Gewoon lekker niks staat te doen. Ik zat van een beetje lekker te kijken daar ook. Ik ben kapot geschoten worden met z'n allen. Hoppakee. Kut drone uit de lucht. Banaantje ergens heen wippen. Hey, come on. Kijk, eindelijk na 11 missies, na 10 missies natuurlijk dan, begint het erop te lijken dat enemies weer een beetje vetteren worden. Gewoon wanneer ze je zien, dan eigenlijk ben je al te laat, dan ben je gewoon hoor je van dood te zijn al. Teleporten ze meestal niet uit de lucht dan, gewoon ineens bovenop de auto waar je naast staat. Maar... Het idee is leuk. Nou, misschien wil ik er wel gewoon naast staan. Ik heb wel echt verdomde verkopers nodig voor het sterven. Kut drones. Zo, de kop op de pot. Dat is toch echt zijn hoofd, of niet? Wat is dat nou weer? Zet hem even op pauze, jongens. Dat was toch zijn hoofd? Waarom ging hij niet dood? Oh, dat was dan wel weer een kopschot. Mee hebben. Nou, dit ziet er leuk uit. Ik zeg het. Ja, super. Oké. Speelstand wordt nu aangepast en hier gaan we. Keep away from that tanker.
even rustig nu één voor één iedereen gewoon neerschieten. Zorg ervoor dat mijn scherm niet rood is aan de zijkanten. Dat betekent enkel dat ik gewoon ga sterven. Dus ik ga even een grenade launcher gebruiken waar die goed voor is. Heeft die mayhem nog hier? Ik ben alsnog wel benieuwd naar wat hij nou precies doet. Niet het gewenste effect hoor. Dat is een enemy. Hoe kan dat nou? Doen die Mogollen dan gewoon helemaal niks? Helemaal ding. Die ding heeft me nog nooit teleurgesteld. De bal. Ik ben benieuwd. Staan ze weer naar achter te schieten? Ik snap er helemaal geen fuck van hoor. Kijk, komt ook gewoon omdat er nog een enemy achter me staat. Helemaal kapot gemaakt. Gewoon 10 games lang kunnen ze dit goed doen. Weet je, dat gewoon de enemy goed doorpoest. Dat ze niet voor niks lopen. En dat nee. Oké, geen woorden voor. Gaan we niet meer over hebben, fellow gamers. We gaan gewoon eens even lekker die brug afsprinten. Nee, we gaan het er wel over hebben. Godverdomme, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Je moet niet naar achter hoeven kijken. Weet je, dan had me dan hier gewoon in mijn eentje neergezet. Dan weet ik in ieder geval dat ik, oh, die hoek heb ik niet gecontroleerd. In plaats van dat hun er gewoon langs lopen en niet naar achter kijken. De pielen. Er zat er eentje met een rocket. Ik hoop dat dat degene is die ik heb gekillt. Checkpoint reached. Dat boeit allemaal niet meer. Ik kan gewoon weer doorlopen. Is dat een enemy? Is dat een... Er is genoeg enemies. Liggen. Oh. Die arme vrouw liggen, jongens. Nee. Au. Au, au, au. Liggen. Hopen dat het goed komt, ik denk het niet. Nee. Helaas. Helaas. Ik ken niet allemaal goed komen, niet? Nee. Vrolijk door, joh. Een stukje lood in zijn been kan hij hebben. Ja, en allemaal meer. Nou, zo even een baas! Even die ruggengraat volgesproeid. En jij ook. Nou, wat gebeurt hier, Melf? Gewoon ineens alsof ik een andere game in die Xbox heb gekauwd. Ik dacht ook, het slaat helemaal nergens op gewoon. Ik sta gewoon vol, sta ik die gasten helemaal vol te sproeien. Dit is gewoon echt Halo. Weet je, je kan ineens gewoon, uit niks kan je 5 meter hoog, zo kun je in iedereen 5 meter hoog springen. Ze hebben gewoon, ik moet eerst de shield down schieten. Ja. Ze flinchen gewoon niet eens meer als je ze raakt. Dat had ik ook al door. Ik moet ook gewoon hele andere bursts gaan geven, weet je. Normaal gingen ze gewoon dood met een burst van 3-4 kogels. Maar ik moet nu gewoon een magazijn schieten op één enemy.
Geen ammo meer, dus lekker. Er zit hier ook gewoon nog een enemy. Is dit nou een enemy? Wat? Ja, echt, die AI, je allies zijn zo slecht. It's all up to you, man. Oké, jongens, nou, voor everyone even een heads up. Wanneer je Call of Duty gaat spelen op Veteran, dan eigenlijk komt de Veteran Difficulty pas vanaf missie 11. Dit is hoe het wordt op Veteran. Gewoon je kijkt, dood. Hoppakee. Je mal blazen met je kijken. Ramon, ik ga even door, man. Slaap lekker, man. Absoluut. Oh, ik zat hij weer naar achter te schieten. Ah, dan zullen we een sprintje poppen. Dan hoop ik dat dat de friendlies zijn. Wat waren hun dan net aan het doen? Ik loop godverdomme die hele brug over. Eigenlijk in mijn eentje, er liepen wel 5 man naast me, maar eigenlijk in mijn eentje. En dan staan ze hier met z'n 20, staan ze elkaar een beetje af te trekken aan het eind. Nee, dit kan toch niet. Dit moet een geintje zijn. Oplossen. 100%. Ik had meteen een EMP-gun heeft gegooid, maar ja, dat was. Ik mocht dat weer niet doen. Oh. Ah joh, even buikspieren aanspannen, niks aan de hand. Ik kan het zo niet denken. Je ziet gewoon aan hoe die eruit ziet dat hij niet gaat leggen. Die gaat alsnog dood. 100%. Ik ga nu niet heel eigenwijs willen zeggen van zie je wel. Nee, diegene naast je die gaat ook nog dood. Was dit een missie? Wat? Wat? Dit was een missie? Alleen die brug aflopen? Dat is één missie? Nou jongens, dit was missie 11 op naar missie 12. Nou ja, dan weet je, ze zijn wel fucking moeilijk. Maar, ja, het is gewoon eigenlijk maar 400 meter lopen.
Bedankt voor het kijken.